Prinsenvisie. Bed. Je moet zaterdag een uh, gelukkig man zijn geweest. Ja, en niet alleen ik uh, heb ik gemerkt. Het was, uh, het was weer tijd voor een uitoverwinning en uh, ja, dat maakt zo'n terugreis natuurlijk alweer wat leuker. Ja, heerlijk. Um, en dat zou je niet verwacht hebben na zo'n uh, eerste helft. Nee, ik moet zeggen dat uh, Volendam de, de beste kansen had. We hebben geprobeerd om onder hun druk uit te voetballen. Nou, dat ging de ene keer wat beter dan de andere keer en uh, maar ze hadden uiteindelijk wel de betere kansen. Maar uh, het was of Paul Epping uh, die hun in de weg stond of hun uh, ja, hun moment dat ze elke keer overschoten. Was Volendam nou uh, zo goed in het uh, begin, in die, in die eerste helft uh, met name? Ja, eigenlijk denk ik wel de hele eerste helft. Of begonnen wij uh, weer slecht? Nee, wij begonnen niet slecht. Alleen uh, Volendam uh, beheerst het gewoon om dat afjagen gewoon lang vol te houden. Nou, wij wouden dus nogmaals onderuit voetballen. En uh, ja, daar namen we wel veel risico in. Af en toe wat minder goede passing. Ja, dan zitten ze er bovenop. En daarmee creëren hun vrij simpel de kansen natuurlijk. Dus uh, ja, we zijn hard bezig om ons uh, daarin te verbeteren. Ja, dat kan niet altijd goed gaan. En, uh, maar we zijn er wel in blijven geloven. En op een gegeven moment na een half uur toen uh, ging dat wat beter. En uh, hoe, hoe komt nou... Dat verschil in die, van de tweede helft met de, de eerste helft. Want uh, ik heb in de tweede helft echt uh, genoten, toch? Uh, DVS uh, had zijn zaken redelijk voor elkaar. In de rust uh, goed besproken, Bert? Ja, gewoon gezegd uh, door blijven gaan. Kijk, je moet het geduld blijven houden. Elkaar blijven helpen. Want dan kun je het ook conditioneel op blijven brengen. En Jong Van der gaat op een gegeven moment wat meer risico nemen. Wordt ongeduldiger. en Dat zijn de momenten waarop je toe moet slaan. En uh, het elftal heeft zichzelf uh, enorm geholpen, natuurlijk door op het juiste moment te scoren uh, in die zin. Maar eh, voornamelijk de eenheid die er stond om elkaar eh, ja, toch veel meters te maken. om eh, te compenseren dat hun niet bij de goal zou kunnen komen. Dat is gelukt, want volgens mij hebben ze in de tweede helft één, één mogelijkheid gehad. Ik zag inderdaad een brokje gezamenlijkheid ontstaan. Dat ik dacht: hé, uh, hey, uh, zou het uh, interview met uh, Rohat de Vries toch een klein beetje geholpen hebben? Oh, dat zou kunnen. Ik weet niet of, die, of we heel veel kijkers hebben, Piet, dat weet ik niet. Maar binnen de groep leeft in ieder geval één ding: dat, uh, dat ze heel veel eergevoel hebben en dat ze graag willen winnen in, uh, in Volendam, sowieso een uitwedstrijd weer willen winnen. En uh, ja, het beste medicijn is winnen voor een groep die, die daar tegenaan ligt uh, of uh, zit te hikken. Nou, dat was goed en dat leeft heel sterk binnen de groep. En dan uh, werkt dat uh, gezamenlijk juichen voor zo'n bomvolle tribune daar in de hoek, uh, dat werkt wel enorm mee. hè? Ja, het is wel grappig dat zoiets ontstaat. Ik zou het niet bedenken op dat moment. Uh, maar ja, we hebben er altijd eentje in de groep die wat out of the box uh, durft te denken. En uh, die verzint dat. Ja, het mooie is, dat het is een groepsproces. Want ze rennen er ook allemaal achteraan en ze doen het ook nog na. Ja, het is een stukje voetbalhumor uh, natuurlijk, maar verder uh, geen lading of zo. Geen lading. Um, soms denk ik wel eens, uh, Bert, uh, wat ben jij opgescheept met een enorme hoop uh, middenvelders. Wat, moet dat een probleem zijn soms? Nee hoor, dat is toch heerlijk voor een trainer. Uh, ze houden elkaar ontzettend scherp en dat is een luxe keuze. En dat heb je zaterdag gezien wat dat kan betekenen. In het verleden heeft men uh, wel gezegd van ja, weet je, de bank bepaalt uh, hoe goed je bent in het veld. En uh, dat is nog steeds zo. En uh, we hebben nog een paar aardige jongens achter de hand die uh, ook dat niveau hebben. Dus uh, ik ben gezegend met een uh, mooie groep spelers. Ja. Um, afgelopen donderdagavond, of nee, uh, komende donderdagavond, uh, oefenwedstrijd? Ja, gaan we naar uh, Nijkerk. Ja. Hoe laat begint die? Om acht uur. Het uh, wordt er gewoon een leerzame pot. Ja, we willen het ritme vasthouden. Aan de andere kant hebben de jongens ook recht op een uh, vrij weekend. We zijn al vanaf uh, dit is eind juni, begin juli bezig. Dus uh, donderdag lekker ritme houden. Ook nog wat andere jongens aan het werk zien uh, wat dat betreft. Dus uh, ja, dan hebben ze even een weekendje vrij. Maar je begint wel met uh, de basis? Ik verraad niks Piet. Je verraadt niks hè? Nee, de Feyenoord slaapt nooit hè. Wees nou eens lekker open naar DVS-TV. Soms denk ik wel eens, ook met interviews, weet je wel, hij speelt een spelletje met de pers. Maar ben je open? Altijd open? Ik ben altijd open. Als een spelletje spelen gaat, dan wil ik altijd winnen. Dus, maar zolang spelers niet weten of ze spelen, ga ik het zeker niet voor DVS-TV zeggen. Ook dit is weer een spelletje. Heel goed gespeeld, Bert. Graag gedaan, Piet.